Ik wil met u heel graag verder nadenken over het boek Jona. En dat boek, dat hoofdstuk 3, wat we zo dadelijk gaan lezen, dat begint met de woorden: het woord van de Heere kwam de tweede keer tot Jona. En het bijzondere is dat God Jona niet afschrijft. We krijgen steeds tweede kansen. Jona krijgt dezelfde opdracht voor dezelfde mensen om te preken wat God tot Jona spreekt. En het gevolg is, zullen we zien, dat ze zich bekeren van hun slechte weg. En zoals ik al zei, het boek Jona is een openbaring van Gods liefde, van zijn genade, van zijn barmhartigheid. En het is zo bijzonder dat die raadsbesluiten die gericht is op de redding van zijn zoon, door zijn zoon Jezus Christus, dat is een redding niet alleen voor Israël, maar ook een redding voor de heidenen. En ik wil met u nadenken over, aan de hand ook van het getuigenis wat Ivan en Lilian gegeven hebben, en Psalm 38, Johanne, dat is Psalm 38, drie coupletten die ze gezongen heeft, wil ik met u nadenken over oprechte bekering. Wat is nu echt oprechte bekering? En het andere is, het antwoord van God op bekering is mededogen, ontferming, of misschien wel andersom, dat er ontferming en mededogen is en dat we daarom ons bekeren. Maar ik wil graag met u lezen, als u een Bijbel bij je heeft, dan wil ik u vragen Jona 3 op te zoeken. En dan zullen we samen daarover nadenken. Het woord van de Heere staat er in Jona 3 vers 1. Het woord van de Heere kwam voor de tweede keer tot Jona. Sta op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar de prediking die ik tot u spreek. Toen stond Jona op en ging naar Nineveh, overeenkomstig het woord van de Heer. Nineveh was een geweldige grote stad van 3 dagreizen doorsnee. En Jona begon de stad in te gaan, 1 dagreis. Hij predikte en zei: nog 40 dagen en Nineveh wordt ondersteboven gegeerd. De mensen van Nineveh geloofden in God. Ze riepen vasten uit en trokken rouwgewaden aan, van de grootste tot de kleinste onder hen. Toen het woord de koning van Nineveh bereikte, stond hij op van zijn troon, legde zijn statiegewaad af, hulde zich in een rouwgewaad en ging in het stof zitten. En in Nineveh werd op bevel van de koning en zijn rijksgenoten omgeroepen: mens en dier, runderen en schapen mogen niets eten, niet grazen en geen water drinken. Mens en dier moeten in rouwgewaden gehuld zijn en met kracht tot God roepen. Ze moeten zich bekeren, ieder van zijn slechte weg en van het geweld dat aan zijn handen kleeft. Wie weet zal God zich omkeren, berouw hebben en zijn brandende toorn laten varen, zodat we niet omkomen. Toen zag God wat ze deden, dat ze zich bekeerden van hun slechte weg. En God kreeg berouw over het kwade dat hij gezegd had te zullen doen, hun te zullen aandoen. En hij deed het niet. Vader, we willen een moment nu nadenken over uw diepe, die ontzagwekkende God. Die ontzagwekkende God die met liefde en genade en gerechtigheid ons benadert, ons uitnodigt. Een prediking waarop de mensen in Nineveh en de koning zich neerwierpen en zich bekeerden. En dan staat er dan zo bijzonder wat u had gezegd om te doen. U deed het niet. En ik wil u bidden dat we door die diepe genade die we zo mogen ervaren en die ontferming die door de getuigenis en door het lied over ons is gekomen, dat u het wil vermenigvuldigen doordat we uw woord openen en dat we daar antwoord op gaan geven. Dat is mijn gebed, dat we antwoord geven op die genade en ontferming van u. En we bidden u dat u uw Heilige Geest uitstort over de zaal, zodat we diep geraakt worden. In Jezus' naam. Amen.
Het woord van de Heere kwam de tweede keer tot Jona. Zo begint het hoofdstuk 3. En we hebben gewoon, zeg maar, voor de gasten in het midden, hebben we gekeken al in een paar preken. En we zagen dat Jona de eerste keer ook werd aangesproken met dezelfde boodschap. En hij faalt, hij gaat zijn eigen weg. Hij gehoorzaamt niet. En hij brengt daarmee zichzelf en de mensen om hem heen in gevaar. En God in zijn barmhartigheid en genade brengt een diepe nood in het leven van Jona. Een diepe nood. En weet u, als we zondigen door ongehoorzaam te zijn, dan betekent dat eigenlijk dat we en ons niet bekeren, dan raken we gewoon de gemeenschap met God kwijt en raken we ook de gemeenschap met elkaar kwijt. En dan zie je eigenlijk dat Jona, zoals bij Jona, die komt in een diep isolement, in een diepe eenzaamheid. Ik zeg bewust eenzaamheid, omdat hij niet alleen is. Hij is wel in de vis, maar hij is daar diep eenzaam. Dat hebben we vorige keer gezien met die uitroep waar hij roept tot God. Maar God hoort hem, God is bij hem. Daarom zeg ik ook, hij is niet alleen. En in die eenzaamheid spreekt God. En dat is een ontzettende belangrijke les wat ik u nu ga doorgeven. En dat is namelijk dat er een grote prijs is betaald om ons te verlossen. En u bent zo kostbaar dat de koper, zeg ik altijd, bepaalt de waarde. En die koper die heeft zijn eigen zoon gegeven. Vandaar dat er diepe genade kan zijn in ons leven. En ook als we zeer ernstig falen, als we zeer ernstig zondigen, als we zeer ernstig ongehoorzaam zijn, dat er herstel, vergeving en verzoening mogelijk is. God schrijft u niet af. Er is als inleiding maar één zonde. Er is maar één zonde die niet vergeven wordt en daar ook niet genade voor is. Daar wil ik eerst even voor met u nadenken. Er is maar één zonde waar geen vergeving voor is en ook geen genade. En dat is in Matthäus 12, vers 31, daar zegt de Heer Jezus, daarom zeg ik u, alle zonde en lastering zal de mensen vergeven worden, maar de lastering tegen de geest, tegen de Heilige Geest, zal de mensen niet vergeven worden. De vraag is, wat is die lastering van de Heilige Geest? Waarom is dat zo ernstig, dat dat niet vergeven wordt? Als je de context leest van Matthäus 12, dan worden hier zondige daden tegen zondig leven, zondige daden tegen de zonde, tegen de Heilige Geest, tegenover elkaar gesteld. En de zonde tegen de Heilige Geest is niet zozeer een daad, maar een levenshouding van een antigoddelijke natuur. Het woord lastering wat hier gebruikt wordt, is blasfemia in het Grieks. En dat betekent een bewuste, goddeloze verwerping van de reddende kracht van de genade van Jezus Christus. Ik zeg dat nog eens. Dat lastering van de Heilige Geest is een bewuste, goddeloze verwerping van de reddende kracht van de genade van God. En Gods lastering, zoals in Openbaringen 13, vers 5 genoemd, de mond te openen om God te lasteren, om zijn naam te lasteren. Dus de zonde tegen de Heilige Geest is dat mensen geen berouw hebben over hun zonde en geen vergeving willen ontvangen. Ze ontkennen het offer van Christus, ontkennen dat Jezus de Zoon van God is en dat het bloed als vergeving van onze zonde gevloeid heeft. En voor deze zonde, van deze afwijzing van de genade van God, is geen vergeving. Dat betekent dat er geen plaatsvervanging heeft plaatsgevonden. Dat er geen plaatsvervanging is en dat degene die dat afwijst, kiest ervoor om zelf de gevolgen daarvan te dragen. Omdat hij de plaatsvervangende offer van Christus afwijst. En dat betekent een eeuwige dood en een eeuwig oordeel onder de toorn van God. Dat is de lastering van de Heilige Geest, waarvoor geen vergeving is. Terwijl, als we ernstig zonden, altijd herstel mogelijk is.
Er is geen zonde, dat moet je echt, daar ga ik dieper op in. Er is geen zonde behalve de lastering van de Heilige Geest die door Jezus niet vergeven kan worden, omdat hij de rekening heeft betaald. Omdat die plaatsvervanging zo immens groot is, omdat de heerlijkheid van Jezus op die weegschaal kwam en op de andere kant de zonde van de mensen, van u en mij, en die heerlijkheid slaat de balans door. En daardoor is er vergeving. Daarom zeg ik ook altijd, de koper bepaalt de waarde. En voor u persoonlijk, zoals u hier zit, en Jezus Christus misschien kent als Heer en Verlosser, en als u hem niet kent, dan is het zo dat de koper bepaalt de waarde van u. En dat betekent dat er is een noemelijke hoge prijs die we gewoon niet kunnen uitdrukken, die is betaald en daardoor is er vergeving van zonde, plaatsvervangend. Nou, nu is het zo dat het betekent dat er altijd tweede kansen zijn. Wat je ook op het kerfstok hebt, hoe je ook gefaald hebt, welke zonde dat er ook is geweest en welke gevolgen dat het heeft in je leven, daar hebben we wel mee te maken. Maar ook in de gevolgen komt God ons tegemoet in zijn barmhartigheid. Maar ik weet dat we soms enorm strijden met datgene wat er is gebeurd in ons leven. En als we daarop terugkijken, dat we zeggen van wat heb ik daar eigenlijk gedaan? Dat we heel er is vaak moeite dat iemand zich echt veroordeelt, zelf veroordeelt. En dat er in die zin wel vergeving wordt ontvangen, maar mensen zichzelf niet kunnen vergeven. En dat betekent dat je niet in de vrijheid komt. En ik hoop met deze preek, ik laat u zien wat eigenlijk, dat God altijd een tweede kans geeft. En u vrijmaakt, omdat er een plaatsvervangend offer is gebeurd. Als je de Bijbel leest, dan zie je dat er enorm veel mensen zijn die eigenlijk bijna zonder uitzondering dat ze struikelen. Grote godsmannen. Ik heb een hele tijd met u gesproken over Abraham. Over hoe faalt deze man niet dat hij in het, alhoewel hij een echte diepe vriend is van de Heere God, struikelt hij. Ik denk aan Jacob. Zijn naam betekent bedrieger. Ik denk aan Mozes. Aan Job, aan Rahab, aan Rut, Paulus, Petrus, de broers van Jozef. Allemaal voorbeelden van mensen die zeer ernstig falen, maar dat God de draad weer oppikt. En ik wil één voorbeeld met u iets dieper bekijken, omdat het mij eerstens heeft het te maken dat dit voorbeeld, u heeft daar zeg maar de gevolgen van mee te maken, dat God deze mensen, deze man en een vrouw genade gaf. Terwijl die diep gevallen was. En dat is, hij krijgt ook tweede kansen. Ik heb dit voorbeeld genomen omdat het me zeer diep ontroert. Over daar komt echt de genade en de barmhartigheid van God. Als een schitterende diamant komt hij naar buiten. Omdat er 100% waarheid is en 100% genade. En eigenlijk moet ik zeggen, er is eerst 100% genade en 100% waarheid. En het gaat over David en Batseba. Daarom is ook die Psalm 38 gezongen, omdat daar zeg maar een belijdenis van David is. Ik zal niet zoveel over de geschiedenis zeggen, maar iedereen weet, de meesten van jullie weten, dat David, koning David, die pleegt overspel met Batseba. Batseba wordt zwanger en om dat te verbergen, dat koning David de vader is van dit kind, bedenkt hij een list. De man van Batseba, Uria, is in het leger ver weg van huis. En koning David roept Uria terug naar huis, maar omdat hij dan denkt, David wil het verder bedekken, hij wil het in het geheim houden, en hij stuurt Uria naar huis en denkt waarschijnlijk,
en hoopt, hij is zo lang weg geweest, zal die gemeenschap met zijn vrouw wel hebben. En dan blijkt misschien dat hij ermee wegkomt alsof Uria dan de vader zou zijn. Maar Uria, die gaat niet naar huis. Dan roept David hem nog eens, voert hem, zeg maar, dronken. En dan nog gaat Uria niet naar huis. En dat betekent voor David dat er een groot, die zonde, die wordt, kan die niet geheim houden. En wat doet hij? Hij laat Uria, eigenlijk om het kort te vertellen, vermoordt hij hem. Ook al doet hij het door de hand van anderen. Hij zegt tegen de legeraanvoerder, zet hem in die strijd, zodat we zeker zijn dat hij, zeg maar, de dood vindt. En om een zonde te bedekken, moet je nog een grotere zonde plegen om die te bedekken. Om iets geheim te houden, moet je je hele leven gaan inrichten dat dat geheim niet wordt opgedekt. En dan zie je eigenlijk dat David dat ook doet. Hij bedekt een zonde met een nog grotere zonde. Hij vermoordt iemand. En dan, je kunt het lezen thuis in 2 Samuel 11 en 12. David die komt pas tot inzicht als een profeet Nathan hem confronteert met die verschrikkelijke zonde. David beleidt deze zonde aan Nathan en zegt, ik heb gezondigd tegen de Heere. Waarop Nathan tegen David zegt, in 2 Samuel 12, ik heb die tekst niet, nee dat is een andere tekst, die moet je dadelijk even laten zien. Ik heb die tekst niet op schiet. In 2 Samuel 12, vers 13b en 14 zegt hij, en Nathan zeide tegen David, de Heere heeft ook uw zonde weggenomen. U zult niet sterven. Terwijl hij de doodstraf had verdiend. Maar er gebeurt wel iets anders, iets heel verschrikkelijks. Namelijk, omdat u echter door deze zaak de vijanden van de Heere zeer hebt doen lasteren, zal wel de zoon die u geboren is, zeker sterven. Het kind wordt geboren, is ongeneeslijk ziek. En er staat er letterlijk dat deze ziekte door God het kind treft. Dan wordt Bathsheba de tweede keer zwanger. En weer staat de profeet Nathan voor de deur. En u moet zich nu eens voorstellen wat er door deze mensen heen gegaan is. Toch niet weer. Toch niet. Het zal toch niet zo zijn. Maar de boodschap waar Nathan mee komt, is de volgende. 2 Samuel 12, vers 24 en 25. Daarna troostte David zijn vrouw Bathsheba. Hij ging naar haar toe en sliep met haar. Ze baarde een zoon die hij de naam Salomo gaf. De Heere had hem lief en zond een boodschap door de dienst van profeet Nathan en noemde zijn naam Jedidja, omwille van de Heere. Nathan komt naar Bathsheba en David toe. En hij zegt, noem dit kind Jedidja. Betekent bemind. Bemind door Yahweh. Lieveling van Yahweh. En het bijzondere vind ik, om te benadrukken wat er nu gebeurd is, is in het geslachtsregister opgenomen in Matthäus 1, vers 6. Isaïe verwekte David, de koning. David de koning verwekte Salomo bij haar, die de vrouw van Uria was. En hier zie je eigenlijk 100% genade en 100% waarheid. Er wordt niks verbloemd. In dat geslachtsregister, daar zou je toch verwachten dat er staat Bathsheba, de vrouw van David, want daaruit is Salomo geboren. En daaruit is het geslacht geboren, waar uiteindelijk de Heer Jezus uit voortkomt. Maar als God tweede kansen geeft, dan is alles nieuw.
omdat de prijs betaald is. Er wordt niks verdoezeld, er wordt niks bedekt. Bathsheba is de vrouw van Uria, maar in de genade van God wordt Bathsheba opgenomen in het geslachtsregister van de Heer Jezus. Ontferming, genade, barmhartigheid. En zo krijgt Jona ook een tweede kans. En ik wil met u nadenken over ware bekering. Wat is nu ware bekering? Want we zien in die bekering van Nineveh, zie je eigenlijk dat er een intense bekering plaatsvindt. En, en die belijdenis, dat als antwoord op God, dat de schuld vergeven wordt. En weet u, dit voorbeeld van David en de principes die daar eigenlijk te horen waren. Je hoort dezelfde principes die Iwan en Lilian echt lieten zien. Ware bekering is een antwoord in het leven, hoe je gaat leven. En daar, ik wil naar u kijken, 6 kenmerken van ware bekering. En nu is het zo dat u de plank compleet mislaat. Het zijn 6 punten die ik, u hoeft niet bang te zijn, het zal niet te lang zijn, de preek. Maar zeg maar, er zijn wel 6 punten, maar die behandel ik echt kort en krachtig. Maar als je die 6 punten nu als een lijstje ziet, en je zegt van, nou, dan ga ik dat lijstje en dan ving ik het af, mist die complete boot. Mist die compleet, zeg maar, de hele boodschap. Omdat het gaat om die intense relatie. Als je waar bekeerd hebt, dan is het zo dat je intens die relatie wil herstellen met de Heere God. Het is geen lesje wat ik u laat zien van afvinken, maar het laat wel het hart zien van bekering. Wat er van binnenuit moet gebeuren als een antwoord op de Heere God. En die 6 kenmerken, dat is het allereerste is, dat je ziet die koning die was geschokt. Laat het maar zien, de eerste. Die koning was geschokt. Hij werd geconfronteerd met de zonde in zijn leven. Hij werd geconfronteerd met de zonde in Nineveh. Hij was diep geschokt. Ja, dat is het allereerste wat je soms eigenlijk heel weinig tegenkomt. Dat als we met zonde geconfronteerd worden, dat we daar zelf niet van ondersteboven zijn. Maar dat is zeg maar dat hij hulde zich in het rouwgewaad, ging in het stof zitten. En dat betekent gewoon, hij praat het niet goed. Ik ben best wel een kunstenaar, als er iets mis is gegaan en ik word door mijn vrouw aangesproken, dat ik verklaringen ga geven. Ik ga dan omstandigheden uitleggen, zodat er in ieder geval een stukje begrip is voor hetgene wat er mis is gegaan. Maar dat zie je hier niet. En dat heeft ook niks met bekering te maken. Met bekering betekent, je wordt geconfronteerd met de zonde in je leven. En dan zie je dat er geen verklaring is en niet goed. En je bedekt het niet. Maar het is daadwerkelijk zo dat je echt geschokt bent. Het tweede is, hij wil het goed maken. Laat die maar zien. Je maakt het openbaar. Dit is misschien wel het allermoeilijkste. Die koning maakt het openbaar. Dat is wel het allermoeilijkste. Je kunt God om vergeving vragen in je binnenkamer. Maar dan blijft het nog altijd in de geheime sfeer. Dat doet die koning niet. Hij geeft een bevel en roept op tot een vaste en krachtig oproepen tot God. Het geheim wordt geopenbaard. Dat is al een medicijn op zich. Dat is zelf al een zalf op de pijn. In Jacobus 5... maakt ons duidelijk dat soms, ik benadruk soms, niet altijd is niet met elkaar te verbinden, maar soms is de zonde oorzaak van de ziekte. Emotioneel, psychisch, lichamelijk. Je hoort het in het getuigenis, maar we hoorden het ook in het lied van Psalm 38 en Psalm 52. Dat er een emotionele en psychische en lichamelijke klachten zijn. En in het leven van
van David, die beschrijft dat. Er zijn grote gevolgen van onbeleden zonde in ons leven. Jacobus 5, vers 16 zegt dan ook: beleid elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat je gezond wordt. Wat betekent dat? Als er iets is, ga naar twee vertrouwde personen en beleid je zonde. Waarom twee? Omdat het dan vaststaat in de hemelse gewesten. Niet één op één. Omdat het dan nog altijd in de geheime sfeer is. Omdat er altijd een negatieve banding is met een persoon dat hij alleen van dat geheim weet. Dat zal openbaar moeten worden, zeker door twee mensen. En als je één tweede niet vindt en je gaat naar één persoon, dan geef je die andere het mandaat dat hij hem met een ander kan delen. Zodat het echt in de openbaarheid komt. Het derde is: de koning die accepteert de consequenties. Hij weet dat zonde tegen God niet zonder consequenties is. Dus zijn brandende toorn zal je treffen en de koning en het volk eist nergens voor vergeving. Maar hij doet beroep op de goedertierenheid en de genade en de barmhartigheid van God. Nergens een eis. Soms komen mensen naar je toe en vragen ze vergeving en dan eisen ze vergeving. We doen ze belijdenis van hun zonde en eisen ze vergeving. Alsof we recht hebben op vergeving. Het is de genade en de barmhartigheid en de goedheid van God. Je hebt recht op schuld die wordt veroordeeld. Dat is rechtvaardig. Maar die koning die zegt: wie weet zal God zich omkeren en we niet omkomen. En dan zie je dat het vierde is: iemand die echt berouw heeft, die verandert zijn gedrag. Ik vond het zo indrukwekkend dat Jeroen en ik en Rietje en Patricia eventjes mochten meelopen. Je komt langzij bij iemand en je loopt met hem mee. En dan zie je dat de mensen besluiten gaan nemen die een hoge prijs kosten. En we waren daar heel erg van onder de indruk. Dat er een consequentie werd getrokken dat we leefden zonder God en nu met God. En dan zie je dat het gedrag wordt in Nineveh veranderd. Toen zag God wat ze deden. Dat zij zich bekeerden van hun slechte weg. Spreuken 28 vers 13 zegt: wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn. Maar wie ze beleidt en nalaat, zal barmhartigheid verkrijgen. Beleiden en nalaten. Omkeren. Mensen die berouw hebben, zullen hun gedrag veranderen. En soms heb je daar hulp bij nodig. Natuurlijk. David, die had een hulp nodig. Dat Nathan hem daaraan bij aansprak. Er zijn Nathans nodig. En er zijn Jona's nodig. Mensen die Gods woord preken. En dan niet voor terugdeinzen. Omdat het best wel eens moeilijk kan zijn. Om iemand zoiets te vertellen. Om te zeggen: dit is Gods weg en dit is de hoogste weg die je kunt gaan. Aan jou is het besluit. Aan jou is het besluit. En ik weet, gewoon uit ervaring, dat als ik met zo'n boodschap kom, dat het me vaak niet in dank wordt aangenomen. Ik denk dat Nathan, die profeet Nathan, ik weet niet hoe die daar met David gesproken was. Want hij wist, als het slecht afloopt, zou dit wel eens het einde van mijn carrière kunnen zijn. Maar trouw te zijn aan Gods woord, dat is staat boven alles. Het bijzondere is, en dat is het vijfde, is: God geeft ruimte voor genezing. God kreeg berouw. En God deed het niet. Hele bijzondere uitspraak. God kreeg berouw en deed het niet. Natuurlijk is het berouw van God een ander berouw
als wat wij hebben. In Numeri 23, vers 19 staat: God is geen man dat hij liegen zou, of een mensenkind dat hij ergens berouw over hebben zou. God is alwetend en hij zag deze bekering. En wij komen met die uitspraak in de knoop. Maar wat ik zo prachtig vind, die koning van Nineveh niet. Dat is een voorbeeld om te volgen. Dat we zeggen, met onze bekering en met ons roepen, kunnen we Gods gedachten veranderen. Dat doet er niet aan toe en doet niks af dat God alwetend is. Ik denk dat deze uitdrukking, en God had berouw en deed het niet, dat eigenlijk een tegemoetkoming is aan ons, dat God in diepe genade en vol van barmhartigheid is. Want die koning zegt, wie weet zal God zich omkeren. En God geeft ruimte voor verandering. God geeft ruimte voor genezing. Hij geeft herstel en stelt het oordeel uit. Want je moet wel beseffen dat 100 jaar later wordt deze stad compleet ondersteboven gekeerd. Dat vindt hij in het boek Nahum in de Bijbel. Het is een uitstel. Maar deze mensen kwamen tot geloof. Als u berouw hebt en leed berokkent, dan is het ook heel erg belangrijk dat je ruimte geeft aan het slachtoffer om genezing te vinden. Je bent bereid om je eigen belangen op te offeren, je eigen behoeften op te offeren aan de gekwetste partij. Je oefent geen druk uit. Maar het bijzondere is dat God geeft ruimte aan deze mensen. En het laatste, en daar ben ik zo diep van onder de indruk, en dat is het volgende. Dat is het laatste is dat je diep onder de indruk raakt wat vergeving is. Als je vergeving geschonken wordt. U die God vergeeft zonde. Hij is genadevol, goed en barmhartig. Maar dat is niet de basis. De basis is niet dat God goed en barmhartig en genadevol is en dat hij om zijn goedheid vergeving schenkt. Want God is rechtvaardig en gerechtig. En voor schuld moet er een genoegdoening zijn. Een rechter kan niet tegen een misdadiger zeggen voor de rechtbank, weet je wat, ik spreek je vrij, want ik ben een goede, barmhartige en genadevolle rechter. En die misdadiger zou zo zonder straf de rechtbank uitlopen. Dan moet aan de wet voldaan worden. Er is schuld en die moet betaald worden. En dat is nu het evangelie van Jezus Christus. Dat hij de hoogste prijs voor u betaald heeft. Hij dronk de beker van Gods toorn. Hij dronk die beker van de gramschap. En hij zweet de bloed omdat dat oordeel van God over zijn leven kwam. Er is genoegdoening gebeurd. Er is schuld betaald. En het bijzondere is dat hij die schuld en die genoegdoening mag omarmen in zijn Zoon Jezus Christus. En wat hij ook gedaan heeft, hoe groot dat de zonde ook is geweest, hoe diep dat hij ook gevallen bent, breng het aan het licht. Breng het aan het licht. Want er is één zonde maar waar geen vergeving voor is. En als hij Gods vergeving zoekt, heeft hij deze zonde zeker niet gedaan. Als hij God zoekt, dan heeft hij geen aandeel aan deze zonde en lastering van de Heilige Geest. Zoals ik al zei, er is een bewuste afwijzing van Gods genade. Maar er is geen zonde die zo groot zou zijn dat Christus offer daar niet voldoende voor zou zijn. En dat is de diepe, diepe zegen die we mogen ervaren. En dan is het zo dat je diep onder de indruk komt als je met datgene wat je belast, om daarmee naar God toe te gaan. En te zeggen, Heer, ik wil me bekeren. Ik ben zelf geschokt erover. Ik maak het openbaar.
Ik aanvaard de consequenties. Maar ik verander mijn gedrag. Ik wil niet meer in die zonde leven. En God geeft ruimte voor genezing. Ik wil heel graag als afsluiting van die twee preken van de vorige week en deze week, wil ik eigenlijk u echt vragen om in die rust en in die stilte te komen met de Heere God. En dat hij tegen uzelf echt zegt van Heere God, als hij u iets bij iets bepaalt, om niet terug te deinzen en niet in het geheim te houden, maar het echt aan het licht te brengen. En ook al is het de tweede of de derde of de vierde keer, er zijn een nieuwe kans. Zo groot is het offer geweest. Er is altijd een nieuw begin. Hoe erg dat het ook is geweest. En hoe erg dat het misschien nu is in uw leven. En ik wil u echt vragen om daar echt niet hier vandaan te gaan. Om niet die intense ontmoeting met de Heere God te hebben. En te zeggen, Heere God, ik wil nu komen in uw nabijheid. Ik wil u nu naderen zoals die koning en de Ninevieten. Ik wil u naderen, als u een beter voorbeeld vindt, daar als David. Omdat u ...100% genade geeft en 100% waarheid. Er wordt niks verdoezeld. Maar het offer van Christus is zo ongelooflijk groot dat u dat mag omarmen in die genade. Laten we zo even stil zijn. Vader, we weten uit uw woord dat u hier bent, Heer Jezus. Dat u hier aanwezig bent, nu, op dit moment. En we willen u bidden, zoals vanmorgen ook een voorbeeld werd gegeven in de bidstond, dat mensen naar u toe kwamen om u aan te raken. En u genas hem. En we willen echt bidden dat mensen zich uitstrekken om in uw nabijheid te komen. Omdat u vol van goedheid, vol van genade en vol van barmhartigheid. En dat er vergeving is voor elke zonde. Omdat de prijs zo onnoemelijk groot is geweest, Heer. En dat willen we zo ook echt omarmen, ook in het lied wat we nu als antwoord op deze prediking willen zingen. En ik wil u zo vragen om te gaan staan.